U schreef in 2000 al dat er veel problemen zullen zijn in de eurozone. Kunt u dat toelichten? Ja, ik heb toen met name over 2010 geschreven. Dat schreef ik in het jaar 2000, wat je al zei. Wat is in 2010 aan de hand, buiten alle perikelen die we vandaag de dag zien? In 2000 kon je al zien aankomen dat vanaf 2010 de naoorlogse bevolkingsexplosie met pensioen gaat. Die zijn allemaal na de oorlog geboren. Enorme groepen mensen in alle Europese landen. Vanaf het jaar 2010 worden die 65. Dus er gaan enorme groepen gaan ineens met pensioen. Nou is het verschil tussen Nederland en andere eurolanden dat Nederland daar wel voor gereserveerd heeft. We hebben enorme pensioenreserves in Nederland. We maken ons daar iedere dag zorgen om. Kijk maar in de krant. Maar relatief hebben we enorme reserves in Nederland. In tegenstelling tot alle andere eurolanden. Duitsland, Frankrijk, Italië en zeker ook Griekenland, Spanje en Portugal. Landen die nu in het nieuws zijn. Die betalen wij spreken al die ambtenaren uit de lopende begroting. En dat gaat op termijn leiden tot enorme tekorten. Niet alleen de tekorten van vandaag zijn al een probleem, maar de tekorten zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Omdat die bevolking vergrijst en er steeds meer mensen met pensioen gaan. En dat moet dan betaald worden. Verwacht u dan dat er een terugkeer naar de gulden waarschijnlijk is? Ik heb dat in 2000 al geschreven, dat ergens rond 2010 zullen stemmen opgaan om terug te gaan naar de gulden. Ik denk dat de situatie in Griekenland onhoudbaar is. Griekenland is nog te steunen door de andere eurolanden. Griekenland is een relatief klein land. Maar een tweede land wat groot in de problemen verkeert met nu 20% werklozen is Spanje. Spanje is de vierde economie van Europa. Ik denk dat het onmogelijk is om de Spaanse economie uit het slop te trekken door de andere eurolanden. Alle andere eurolanden zitten ook groot in de problemen door de kredietcrisis. We kunnen niet nog een landencrisis bij hebben om die ook nog massaal te gaan steunen. En wat bedoelt u met onmogelijk vasthouden van deze situatie? Dat de peseta terug gaat komen in Spanje? Ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. Wellicht dat we toegroeien naar een kleine groep eurolanden, een kleine groep sterke eurolanden. Dat een aantal andere landen, zoals Griekenland, Spanje, Portugal, toch de euro zullen moeten gaan verlaten. Dus u vond het een niet logisch besluit om de euro in te voeren in 2000? Nee, zeker niet. Zeker niet. Je moet bedenken dat Nederland heeft samen met de Zwitserse frank de hardste valuta ter wereld gehad. Zwitserland heeft dan nog steeds Zwitserse frank, eeuwenlang een keiharde valuta. De gulden is eeuwenlang een keiharde valuta geweest. Dat betekent dat Nederland ook naast een keiharde munt ook een lage rente had eeuwenlang. We hadden vrijwel geen inflatie eeuwenlang. Dus daarom betitel ik Nederland als een soort monetair paradijs. Met daarnaast ook nog enorme pensioenreserves. Dus we hebben enorme kapitalen verzameld om onze pensioneren van te betalen als die met pensioen gaan. In tegenstelling tot alle andere eurolanden. Die hebben geen pensioenreserves. Die hebben geen geschiedenis van een keiharde munt. Die hebben geen geschiedenis van lage inflatie en lage rente. Dus Nederland onderscheidt zich op monetair gebied enorm van alle andere eurolanden. Het is maar één land wat op monetair gebied, dus ook economisch gebied, al eeuwenlang een sterke gelijkenis vertoont met Nederland. Dat is Zwitserland. Dus ook eeuwenlang een harde munt, eeuwenlang lage rente, lage inflatie. Dus ik denk dat is meer theoretisch, dat Nederland beter met Zwitserland een munteenheid had kunnen vormen. Ja. Dan met die andere eurolanden. Dus u verwacht een verkleining van Europa op korte termijn wellicht? Ja, ik verwacht een verkleining van Europa. Dat zou wel sneller kunnen gaan dan de meeste mensen denken. De politiek denkt nog steeds dat het de politieke beslissing zal zijn om Griekenland uit de euro te zetten. De ECB denkt dat de beslissing uiteindelijk zal zijn van de ECB om Griekenland uit de euro te zetten. Ik denk dat uiteindelijk de markt het gaat afdwingen. Dus de markt gaat afdwingen dat Griekenland de euro verlaat. En als Griekenland de euro heeft verlaten, zal de markt zich op het volgende land gaan richten. Dat zou Portugal kunnen zijn, dat zou Spanje kunnen zijn. Dus de politiek heeft er eigenlijk helemaal niets over te zeggen. De ECB heeft er helemaal niets over te zeggen. Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of een land binnen de euro blijft of zal moeten vertrekken. U verwacht dan hogere rentevoeten, geëiste rendementen voor Griekse staatsleningen en Spaanse leningen? Ja, zeker, ja. De kapitaalmarkt is een kwestie van vraag en aanbod. Veel vraag naar kapitaal doet de rente stijgen. Zo simpel is het. Nou, er is een enorme vraag naar kapitaal in Griekenland, ook in Spanje, ook in Portugal. Dus als er meer vraag is dan aanbod, zal de rente gaan toenemen.